Toen ik hoorde dat Paulien Cornelissen bezig was met een boek over een cavia op kantoor, toen dacht ik van, ik weet niet of dat nou echt heel erg grappig is. Maar ik heb het gelezen en ik was eigenlijk meteen verkocht. Het is echt heel erg grappig. Dat komt omdat ze je voortdurend weten verrassen. Gewoon door wat ze de karakters laat zeggen en door haar observaties. En het gaat over een cavia die op kantoor werkt, op de afdeling communicatie. Het is een beetje een stoffige afdeling. En cavia die moet eigenlijk leren dealen met een beetje vervelende collega's. En met een zelfgenoegzame baas die haar voortdurend in de gaten houdt. Maar ze heeft ook leuke collega's en ze wordt op een gegeven moment verliefd. En daardoor heeft het boek voor mij iets heel gezelligs, iets heel warms. Nou, wat ik gewoon heel erg prettig vind, is dat Paulien Cornelissen met een soort mildheid naar haar karakters kijkt. Zelfs naar de baas die aanvankelijk zo zelfgenoegzaam leek, maar dat is eigenlijk een heel eenzame man. En dat is misschien goed om te bedenken als je maandag weer naar kantoor gaat. Kijk je toch anders tegen je baas aan.